en heren, welkom bij een gloednieuwe video op mijn kanaal. Vandaag gaan wij weer naar de universum van Happy Wheels. Hebben jullie weer zin in? Smash dan zeker weten op het duimpje omhoog. Hebben jullie nog geen leveltje van mij gemaakt? Zeker weten doen. Zet gewoon de naam #Ronald. En misschien ga ik hem dan wel spelen. Hey! Hey! Zijn jullie nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Zeker weten doen. Wij gaan namelijk voor de 1 miljoen abonnees. Dus ik waardeer het enorm als jullie op mij abonneren. Gun mij die extra play button, oké? Deal? En dan gaan wij nu... naar het universum van Happy Wheels. Daar zijn we dan weer. We zijn weer beland in de wondere wereld van Happy Wheels. En volgens mij is het vandaag ook mijn geluksdag, want mijn prachtige vriendinnetje is weer terug. Waar heb ik dit aan verdiend? Waaraan? Jullie hebben zoals gewoonlijk weer verschillende soorten leveltjes voor me gemaakt. En dat kan ik enorm waarderen. Betyp hier even in #Ronald. En zoals jullie zien, we hebben weer verschillende soorten leveltjes. Maak zelf ook een leveltje voor me. Gooi gewoon #Ronald erin. En misschien speel ik dan wel jouw leveltje. De allereerste level die we op dit moment gaan spelen heet ook al #Ronald Level Mix. Hey! Hey jongen, alles goed? Ik heb weer een level gemaakt en ik hoop dat je hem leuk vindt. Nou, daar gaan we straks achter komen, jongens. Hey. Er is slechts één regel. Oh, niet weer, hè. Niet rage quitten. Ik haal al mijn negatieve bronnen even uit mijn kompie, hoor. Nou, ik ben wel blij dat we eventjes mijn vriendin zijn. Dit is mijn geluksdag, zoals ik zei. Maar zoals ik weet, kan deze toch springen met haar wachtje. Even kijken. Huppakee, een 360. Oh, ik lig op de grond. En al mijn boodschappen liggen eruit. Ligt niet aan mij, hè. Als we nu gewoon eventjes doorgaan, zijn we nu beland bij level 1. We krijgen zo te zien verschillende soorten leveltjes. En het eerste wat ik hier gewoon zie, en ik weet niet of dat goed moet zijn, ik zie verschillende soorten spijkertjes. Waarschijnlijk word ik straks volledig onthouden. We moeten hier waarschijnlijk overheen proberen te komen. En ik zit nu eigenlijk zo vast. Kunnen we hier gewoon niet rondjes draaien? Zo, huppakee. Zonder dat we onze nekkie breken. Onze boodschappen laten we wel eventjes achter. We hebben toch genoeg geld. Ik denk dat we het gewoon best gewoon rond kunnen draaien. Want dan zijn we nu gewoon al beland bij level 2. Ik ben zo trots op mijn vriendin, jongens. Ik ben zo trots op haar. Maar ik zie hier een booster. En we schieten naar voren. Keihard tegen een paaltje aan. Is dit de bedoeling? Of gelukkig kan haar schoenmobiel springen. Kijk, hier heb ik een vertrouwen bij. Hier heb ik gewoon oprecht een vertrouwen bij. Haneki zal deze keer niet kapot gaan, jongens. Ook al heeft ze geen helm op. Veiligheid voorop. Blijven luisteren ze nooit. Ze luistert ook al nooit naar mij. We blijven gewoon doorspringen en niks houdt ons gewoon tegen. Kijk, en jump! Ik ben zo trots op haar. Zo enorm trots. Zou ze een 360 kunnen? Kijk, als ze een helmpje had, was er een grote kans dat ze haar nekje niet zal breken. Maar ik wil het eigenlijk wel proberen. 360! Nou, dan gaan we haar lichaam stelen. Oh, we moeten daar zo te zien straks een grote jump doen. Hoe moeten we dat nou weer doen dan? Oh, we kunnen er gewoon doorheen. We worden bepiepeld, hè. We worden hier genaaid. We zijn nu beland bij level 3 en volgens mij is dit een spijkvaltje. Ah, als ik ergens goed in ben, is het een spijkvaltje. Kom, gaan we dit gewoon in één keer halen. En spring! Oh boy, oh boy. Zeg dat we dit in één keer gaan halen. Dan voel ik me echt heel erg goed, hè. Oh, we zijn bij level 4 beland. Ik zei het al, dat goed was een spijkvals. Ook al is haar poot volledig verbrijzeld. Nou, ze gebruikt het toch niet. Ze zit de hele dag in dit dingetje. Ze gebruikt het toch niet. Het is niet echt mobiel, maar we zijn beland bij level 4. Ik ben benieuwd wat voor fratsen we nu weer zullen krijgen. Nou, dametje, rij naar voren. Oh, we krijgen hier een vraag. Hoe oud ben ik? Gaan we nou vragen krijgen waar ik geen antwoord op weet? Nou, dan gaan we iets achterkomen. Is hij 10 jaar of is hij 15 jaar? Nou, ik denk zelf... Hij is ouder, hij is ouder. Ik heb een oude doelgroep, hè. Zoals de koning zou zeggen. Ik heb een oude doelgroep. We gaan gewoon voor 15. Ik hoop dat het zo is. Dus we springen hier eventjes naartoe. Oh, nee. Haar andere been is nu ook gebroken, zo te zien. Waar woon ik? Maar deze persoon straks gewoon helemaal kapot stalken. Jongens, niet stalken, oké? Ik wil niet dat jullie hem opzoeken. In Evenberg in België. Ik heb geen flauw idee waar dat is. Oh, dat is zo te zien dicht in de buurt van Brussel. Ik denk zelf in België, dus daar gaan we even naar beneden. En we hadden zo te zien gelijk. Oh, ik vind het zo sneu. Je ziet overal bloed bij de poten. Kom, we gaan gewoon naar voren. Mijn vriendin is nu zo zagrijnig op de persoon die deze map heeft gemaakt. Ik zie hier een speedboost naar boven. Nou, die gaan we even nemen. Breek niet weer je voeten. Ik meen het serieus. Oké, we vallen nu naar beneden. Zeg alsjeblieft dat er niet nog meer vragen komen. Alsjeblieft. Wat is mijn lievelingsauto? Hoe moet ik dat nou weten dan? Ik ken je niet. Zo maar zeggen, een Bugatti klinkt wel epic. Dus we gaan daar gewoon voor. Oké, ik val in de eerste. Oh, beide waren zo te zien goed. Wat is mijn favoriete muziekgroep? 21 Pilots of One Direction. Nou, One Direction bestaat niet meer als ik het goed heb. Dus we gaan voor 21 Pilots 360. Oh, victory jongens. Ik heb eindelijk een victory boven mijn koppie. Ik deed er 211 seconden over. Maar de realiteit was 20 minuten. Kijk hoe blij mijn vriendin is. Ze is zo vrolijk.
De volgende level die we gaan spelen heeft best wel een creatieve naam. Hashtag Ronald levelnaam. Best wel creatief, zoiets zie je niet vaak. Hey Ronald, ik heb weer een level voor je gemaakt. Het is een obstakelkoers. Het kostte wel 3 dagen. Dat het 3 dagen kost, betekent niet dat het leuk is, hè? Wow, wat gebeurt hier allemaal? Er worden daar mensen vermoord. Hé, niet mensen vermoorden, hè? En altijd een helmpje op hebben. Veiligheid voorop. Ik zie hier trouwens een potje met sloom. Oké, het zal wel. Oké, je moet daar sloom fietsen. Dan weten wij dat ook weer, hè, zoon? Dan weten wij dat ook weer. Hier, ik lanceer je. Oh god, ik heb hem onthoofd. Ja, daar gaat zijn hersenen. We moeten hier dus heel sloom overheen fietsen. We negeren even het bloed van mijn zoontje. Zo. Maar nu zie ik hier weer een potje met snel. Gotta go fast, jongens. Maar daarboven zie ik wel spijkers. Kunnen we hier gewoon niet snel overheen? Gaan we dit gewoon ook oprecht in 1 keer halen? Want dat zou ik echt super epic vinden. En we halen het gewoon in 1 keer. Victory voor mij! Hoe kan ik mijn zoon lanceren? Kan toch met Alt of Control? Ik wil mijn zoon lanceren. Ga eraf! Ik wil niet geassocieerd worden door mensen zonder kop. Dat is de waarheid, jongens. Wat? Waarom ging mijn arm in 1 keer kapot? Ik deed niet eens wat. Ik zie hier weer een bordje met sloom. Dus we moeten hier sloom overheen fietsen. Oh, rustig. Want ik wil niet dat het glas kapot gaat natuurlijk. Kunnen we het glas kapot maken? Ik ben benieuwd. Huh? Ja, dat kan zo te zien. Maar we hebben het overleefd. Kijk ons hier dan staan. Ik en mijn zoon. Waarschuwing, harpoens. Oh god. Oh god, er zijn hier harpoens. We gaan ze allemaal proberen te ontwijken. Wat gebeurt er met mijn kont? Wat gebeurt hier allemaal? Oh god. Volgens mij ben ik dood, of niet? Ja, ik ben dood. We moeten die harpoens toch wel goed kunnen ontwijken. Maar ik heb geen flauw idee hoe we dat het best kunnen... Oh god! Oh god! Ik weet niet wat hier allemaal gebeurt, maar... Ik heb het gehaald. Ik heb het overleefd, jongens, in 23 seconden. Dat is voor mij best wel een victory, yo. Dat is best wel voor mij een victory. Ja, ik weet niet wat hier nu trouwens gebeurt. Zoon! Gaat alles goed, zoon? Vader, mijn rug is gebroken. Hou je bek. Nou, de pogelkaai is weer terug, hè. Kijk, we gaan even als een worm naar voren. Zo, huppakee, en weer terug. Dat is de tactiek hoe je hier het beste kan lopen, hè. Hoi, Ronald. Welkom bij mijn pogelmappie. Dankjewel. Ik voel me welkom. Je hebt al 2 mapjes van mij gespeeld in de eerste video. Nou, dan hoef ik deze toch niet te spelen. Nou, dankjewel voor je succes. Ik ben benieuwd welke boss we gaan vinden. En ik zie hier meteen een kogeltje met een mes in de handen. Kunnen we die even een slag verkopen? Zo, bam! Oké, ja, die is dood. Ik heb een kind vermoord. Ik ga langzaam naar hem toe. We gaan hem vermoorden. Kijk. Kijk, ik wil je koppie. Kom hier, zet met je koppie. Kaboom! Maar we zien hier nu iemand met een beltje. Hoe gaan we die afmaken? Zullen we hem even een trap in de nood geven? Ik heb het gewoon gehaald. Ik heb het gewoon in 1 keer gehaald. Kunnen we hem wel pijn doen? Dat zou ik wel heel fijn vinden. Kom. Kom hier met je aas. Het enige wat ik wil is hem eventjes vermoorden. En dat gaat me ook gewoon lukken, hè? Zo. Bam! Nou, blijkbaar gaan ze niet dood. Klaar voor de boss? Klik hier. Niet klaar, ga verder. Zullen we even kijken wat er gebeurt als we verder gaan? Oeh, ik zie daar een man met een mes in de handen. Kom op! Gelukkig hebben we een helm, hè? Veiligheid voorop. Zoals ik de hele tijd zeg, veiligheid voorop. Hoe gaan we hem afmaken? Gewoon even zo even een tikje geven, zo. Boom! Volgens mij hebben we hem... We hebben hem even een klapje tegen zijn kop gegeven. Nou, nu zit hij daar wel te wijnen als een baby, hè? Kom op. Wij gaan hem afmaken. Kom op. Zeg alsjeblieft dat we je boven... Hoe krijg ik dit nou weer voor elkaar dan? Recht door mijn bibs. Een mes in mijn bibs. Een mes in mijn bibs. Oké, maar we zijn nu verder. Waar zijn we nu dan? Wow. Oké, laten we als een worm naar voren gaan. En zoals ik zeg, de beste manier om te lopen is toch wel dit. Red je vriendin, Ronald? Oh nee, ze hebben mijn vriendin te pakken. Ah, Ronald, help me. Ik kom je redden, dame. Ah, die opa weer, hè. Moeten we eerst die mesjes proberen weg te slaan? Kom, gaan we ook proberen. Kijk, dat is mes nummer 1. Zij zal niet sterven, hè. Mijn vriendin zal overleven. Wees maar niet bang, dametje. Ik kom je redden. Dus die messen zullen mij niks doen. Oh boy. Mijn eigen vriendin heeft me vermoord. Ik heb ook nog mijn vriendin vermoord. Leef ik nog? Nee, ik ben dood. Nee, nu heb ik een mes in mijn poepet. Dit is al de 2e keer, hè? Oh, volgens mij gaat hij ook nog recht door mijn bal heen. We kunnen geen kinderen meer krijgen. En we springen eroverheen. Oh, we hebben het gehaald. En mijn vriendin heeft het overleefd. Victory in 80 seconden zo te zien. Ik ben zo blij. Ik ben zo blij. Ik ben misschien nu onvruchtbaar geworden door Messi. Mijn vriendin heeft het overleefd. En dat is het allerbelangrijkste wat er is. Het volgende leveltje is zo te zien een swordthrow. En ik zie hier allemaal mensen die ik nu al niet mag. Ik haat Robo. Ja, die mag ik helemaal niet, hoor. Ja, die... Weet je wat? Die gaat gewoon als eerste. Hoe durf je dat over Robo te zeggen? Ik ben de verdomde buurman. Dit is de buurman, jongens. Ik mag hem nu al niet meer, hè? Ik mag hem nu al niet meer. Jij wou net mijn vriendin vermoord, dus ik vermoord u.
En ik vermoord mezelf ook nog. Dit slaat toch helemaal nergens op. Hoe krijg ik dit nou weer voor elkaar dan? Ik kan nog wel een helpie om. Voel me genaaid. Voel dit, buurman. Zo, die is neer. Ik kom je ontvoeren, kleinzoon. Granny, wacht al. Is dat mijn opa? Ik haat mijn opa! Ik weet niet hoe ik hem heb vermoord, maar hij is dood. En dan hebben we hier de laatste persoon. Ik vind Lipton vies. Ja, dat mag. Ik gooi nu 2 zwaarden tegelijk. Dit gaat mij lukken, jongens. Voel dit! Nope. Zelf als ik 2 zwaarden gooi, gooi ik mis. Oké, maak die gast nou eens even af dan. Zo, huppakees. Nou, victory in 15 seconden. Halleluja! Happy Wheels Pro, hè? Happy Wheels Pro! Doe een duimpje omhoog als jullie denken dat ik een Happy Wheels Pro ben. Ik weet niet wat ik daar in één keer hoorde, maar dat was raar. Hashtag Ronald gaat dood. Ja, is dit serieus? Ga ik hier echt dood? Willen jullie me gewoon dood hebben? Jullie willen me dood hebben. Jullie zijn zo cool. Reverse spikeval. Nou, ik ben goed in spikeval, jongens. Zelf ook als het reverse is. Nou, hoe lastig kan dit nou weer zijn? Kom op, we gaan hier staan en we springen. Oké, ja, dit is nog best wel lastig. En we springen naar boven en haal dit. Oh, we halen dit gewoon. En ik ben volledig onthoofd. Ik weet niet wat hier is gebeurd, maar ja, dit moet pijnlijk zijn. Waarom altijd ik, jongens? Mensen, bedankt voor het kijken naar deze video. Vonden jullie het een leuke video? Smash dan zeker weten op een duimpje omhoog. Abonneer trouwens op mijn kanaal, zeker weten. We gaan namelijk voor de 1 miljoen abonnees. En abonneer dan natuurlijk ook eens op mijn tweede kanaal. Zeg mensen, bedankt voor het kijken naar deze video. En tot de volgende keer. Peace!